الفيادر اوف دي لاست فيست رايت اني كان فان وزلوك نت خرطو سيدار اني كان فان جاي بي سي باوتشر يا فون يا فونزو بيكم بياكم 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 كلين يافتا هايس اوخ انخسكاكل كلين يافتا هيك سي فيو نو غان اتكوك دانكي دانكي فوتبول دانكي دانكي دات غان ليكر غان Grote wat op ons wacht. Atmosfeer wat nog lekker is. Atmosfeer wat nog goed is. Hier in die kant van Pakketberg. Atmosfeer wat lekker. Saamgesels. Die mensen wat een vierkie maakt langs die veld. Ik weet niet van jou niet, maar iemand het mij braaivlees beloven. Travee, ons wacht ervoor. Misschien krijg je ze verrassing, Travee. Misschien krijg je ze verrassing. Absoluut. Gaat lekker wees. Moet ons om 7 uur staan. Hij zal het zien, Travee. Hij zal het zien. Meneer, Isaacs. Meneer Michael. Wat is hier, meneer Michael? Scopcompetitie wat ook aan de andere kant van het veld, bezig is. Ja, Ronaldo Isaacs. Ronaldo Isaacs. Man, wat ernstig, kijk naar die bal. Nee, hij komt voor en wat maakt hij? Kaal voeten, hij treft hem, kaal voeten. Wat maakt hij? Woe! Crossbar! Op je dwarslat! Dat is een jammerte! Mensen kan zien, hij alles aangezet. Den kaarten wat nog aan aanleepalen toe. Man, wat een bericht maakt daar. Man, lekker weer goede skopschoenen daar zo. Kom eens, kijk, linkervoet. Jee, Den Kater. Ja, kijk eens, kopie man hem. Trek je broekje op. Man, is ernstig, haal die kapje af, man. Haal die kapje af, ja. Kapje afgehaald, ja. Man, staan rechtop. Buig voorhoor. Hij treft voor en toe. Hij treft hem. Hij wil boeten. Wat gaat dat nou hier onder aan, meneer Zebras? Man, wat excited is hier zo. Hey. Zebras is heel excited die onder die vliegtuigje. Ja, die kleine helikopter. Die kleine helikopter wat die zo in die lucht voor hulle bykie entertain. Ja, die grote traf het aangebreek. Groot aangebreek, Veldraf en Portable. Absoluut. Die geest is nog steeds dezelfde. Van vanochtend af tot nu toe, die geesten nog steeds jellen. Lekker die skopper wat nog steeds bezig is aan de andere kant van die veld. Zoals je kan zien, de voordrijd daar. Die skaren wat nog in ijstrol gaan het. Alles nog daar, nog steeds daar. Ja, terwijl de geest wat nog goed lijkt. Ja, die geest wat baie goed lijkt nog. Kan je zien? Kijk hier wat ik kijk, man. Kijk hier komen we nou. Terwijl, komen we. Hier komen we nader. Zie je daar staan ons op het dak? Die skade wat Sampraat. Ik ga zo een lachje wijs. Die skade wat Sampraat, terwijl. Waar die man met die baltong? Niet die baltong hier, die braaivlees. Die braaivlees, ja. Isos. Ons is achter op het dak. Azoi. Op het dak. Die vrijvlees kan ze maar boven op mijn droom zetten. lekker. Ik klam die lintje wat nou gemaakt wordt, nou hier voor die grootmannen. Wat die hof geen voor zal speel. Dat is die span van Veldre wat eerst tijd eraf. Ja. Veldre wat daar geleid wordt, die nummer 5 slot. Die is kaptein. Daar lijkt voor mij zo'n sportenvol. Alle kaptein is Zalten Abrams. Hier komt Veldraf nou uit. Van Veldraf, wat hier op het veld verschijnt. Hij wordt geleid hier in nummer 15. Jelzen. Karelse. Wat geleid wordt daar. Opwindend mannen. Hier die twee spannen wat lust is om rugby te spelen. Ja, absoluut. Nee, verzekerd de wonderij. Gaan weer eens een van daar de wedstrijden wees, wat kliphard gaan wees. Ja, Travee, ik moet zeggen, wind gaat weer factor spelen in die wedstrijd.
gaan verder of gaat de poort wel dat die eerste geleentheid krijgen om samen die wind te spelen, gaat hulle gebruik maken van? Of gaat dat gebeuren zoals die andere wedstrijden? Maar ik moet zeggen, die span van poort wel wat een goede wedstrijd gehad het. Net voor hier die wedstrijd, die het hulle baie goede wedstrijd gehad. Zo gaat hulle voortkabou, al die spannen wat goede wedstrijden gehad het, gaan hulle voortkabou op wat, wat hulle gedoen het. Die spanne bedank wat die opgedaag het en die dag moontlik gemaak het. Geef hulle baie lekker aan 'n klap. Onze referees wat die wedstryd mooi hanteer het. Die uitsaaiers, die DJs, ons persone wat in die VIP tent gewerk het, ons EMS, die ambulansmanne, die span van Portable. Portable wat ook speciaal ook aan die boel afgeneem het. Die boel van haar deurgeskop op Portable. Sy centrum. Wat gaat daar gebeur? Die boel van achter de rol. Ongelooflijk is. Mooi stukje speel daar deur. Die kant van Portable. Ja, de vond hy een bietjie te hard geskop haar deur. Deur die van die centrum lijkt my. Wat kan hulle doen? Portable wat wees, wat kan hulle doen? Mannen wat lust is om rugby te speel. 22 meter afskop. Voor die kant van Veldruf. Hoe die oor die lijn kom hier? Hoe die oor die lijn kom hier? Veldruf wat ik afskop van de 22 af. Man, daar moet die bal aan. Dat is nummer 15. Van Veldruf. Ja. Wat om nou? Dion Titus. En die andere dag van afskop. Hier komt het nou. Die nummer 1 afleel wat baie vannig is. Koetsier. Ik heb even het gezien, Koetsier. Wat om aandraad daar. Sterk. Aangedraad daar door Portable. Nou. Strafskop aan die kant van Portable. Strafskop. Strafskop, wat gaat Portable maken? Definitief gaat hulle voor die kantlijn. Die nummer 10. Die nummer 10. Ja, de wonderij. Soos ek jou gesê het, Portable wat eerste punten wil aanteken. Hulle gaat voor die kantlijn toe. Tema wat die bol haat tussen die kwartgebied en die doelgebied uitskop. Wat is die nummer 2, ja. Die nummer 2, Adrian. Fransman wat die bol zal ingooi daar. Voor Portable. Gaat hij de springers vind. De wonder is belangrijk in die, zo vroeg in die wedstrijd dat die mannen zomaar alle stempel moet afdruk. Bij de spannen, wat zei de scheidsrechter? Dat is correct, Travier, dat is correct. Vroeg in die wedstrijd moet hij jouw stempel afdruk. Ja. Hij moet, dat is die nummer 2 wat die bal aangooit, André. Gaat hij de springers vind. Achterlijn weer opgelijnd is hier van Portable. Veldre wat moet verdedig. Aan die handen daarvan. Kaptein wat die bal vang daar zo. Carlton. Hoeveel krijgen we daar dier? Wijd gespeeld, buiten de center. Prachtige doel daar. Moe! Dat is een harde tackel, Travé. Ja, definitief. Vial, kom, Vial, kom. Man, wat mooi gaan groet worden daar. Lekker groet aan die andere kant van die Vial. Dat is Vial, dat is Poorten wat die bal heeft. Die bokken, dat is van die Vial, maar Poorten wel nummer 10. Denk we wat die bal aanslaan daar. Aan die proces, maar dat heeft wat zijn voordeel. Was er even wat blaas? Aanslaan. Denk we wat die bol aanslaan daar. Van die paal wat ik kreeg van de scrumskakel. Ja, ongelukkig. Denk we wat ongelukkig die bal. Niet bij een goede paas geweest. Aangeer geweest niet, maar van een Afrikaner niet. Maar definitief. Die spannen wat lijkt of hulle die bal wil liggen. Hulle wil die bolen liggen. Eerste scrum van die wedstrijd, kom eens kijken wat maak hulle met die eninkie. Dit behoort aan Veldruf. Ja, Smit. Veldruf, nummer 9, Smit. Bradman Smit voor die bal in aan. Hij maakt hem recht om die bal in te gooien, hij gooit hem in. Wat gaan gebeuren? Sterk dat is die achtste die bal optellen. Dat is Smit. Hier komt hij, dat is van die Veld. Hij zit op die voet. Dat is die hele tig van. Number 7. Mister, wat zegt strafskop aan? Strafskop aan Veldruf. Number 7. Nummer 7 wat los, wat hier gebind is. Nummer 7 van Portable, wat hier gebind is. Zo, dat is een strafskop. Wat toe ook in wat aan die span van Veldruf. Veldruf wat hierdie bal sekerlik sal uitskop. Sê vir ons waarvan hy ingeskakel is, like, subscribe. Sê vir ons wie dink julle wie gaan hierdie wedstryd vat? Boer daar geskop het aan die ander kant van die veld. De Wondrey. Die Reva daar. Kan sy slag maar wat draf daar. Net ingekry hier van my vriend af hier. Is hy Rolex? Portable is groen. Five. Ons kom in tyd heeltyd.
blou so portable as die kan dis Veldraf. Veldraf is die man met die blou. Ek om wat hy pleit. En gedryf daar. Sterk. Jammer, jammer, jammer vir daardie vir daardie spoedfout. Daar kom dit nou deur. Veldraf is die blou. Dis portable nou met bal aan. So ek het die manne hier van Portugal. Die nommer 15 lyk vir my soos Bradley Hines. Babos Kokbar aan die kant van Portugal Afrikaner wat hom uitbring nou. Hy dryf in daar, sterk hardloop, terug gedryf daar deur die voorspelers van Veldraf. Babos Kokbar nog steeds daar, Afrikaner wat hom uitbring. Kortetjie daar vir die binnensenter lyk my soos Gabriel. Get out of the tackle area. Bal nog steeds vir Kokbar aan die kant van Portugal. Want is not rolling. Bal wat wijd gespeeld wordt nou. Nou zit aan. Hier komt het nou. Plaat getrekt daar op 10 meter stippellijn. Nog steeds beschikbaar. Ingedrijf daar. Dat is die span van Poorten. Wat een stukje bal in hand heeft. Boven daar gespeeld wordt. Nummer 10. Nummer 3 wat die bal opdraait daar van Poorten wil. Wagenstroom. Adendrie. Dat was. Wagenstroom ja. Boven afgeneem was. Daar de Veldraf. Man wat zo'n man afstand daar. Daar blaas op de vlekje. Die agste man lyk my soos Jansen wat so 'n man afstaan. Jansen wat 'n bietjie wat hard lyk. Man baie dankie vir daai korreksie hoor. Man wat baie dankie daar vir die korreksie. Lyk of dit 'n doen van Milan is daarso. Maar die bal wat geskop word daar deur Porto was loskakel. 10. 10 dit word 10. Ek wou vir die iets daarso. 10 dit is geglowe oomblik nie. Ja, pragtige doen daar deur Porto. Man wat die lyn op soek daar Fransman wat nou die bal gaan moet ingooi daar Andre Fransman vir Portugal United. Man wat lekker die lig op gaan. Pragtig bemeester daar deur Anton. Check. Babos Kokbar. Skrim skakke Portugal. Afrikaner wat bring hom buite toe. Wat maak hulle? Check. Anton wat hom weer invat daar Babos Kokbar te vondry. So ja, dit is Portugal se nommer 10 Denver wat die bal kry aan die ander kant van die veld. Maar moest er wat zeggen, dat is voor het aangeven. Voor het aangeven, ongelukkig traf, he. Ongelukkig. Mensen kunnen zien dat Poorten wil beginnen, dat ik bespeel. Ja. Maar aantillingsfouten, dat er die aan. Dat er die aan. Maar mensen moeten ook zeggen, die druk wat Veldraf erop zit, speelt ook een bij een grote rol. Moet ik zeggen, traf, he. Absoluut, absoluut. De wondering, maar pikkie die lach is een beetje van een. Speelt ook een factor daar in daar die taskan van die Veld. Julle vat tot terwyl die middel van die veld skram, wat dink jy wat gaan gebeur? Veldraf bal. Definitief die manne gaan hardloop daarna. Jy sal nou sien. Agterlyn van Veldraf wat reeds gereed maak daar. Goeie geleentheid om die blindside op te speel terwyl. Zet blou wat op die 10 staan opgetel daar. Bal oor sy kop gegooi daar in die ander dag van. Lyk vir my soos die 12 senter. Sikkels. Sterk, hij is sterk op zijn voet, hij staat zo een schopje deur. Prachtige doen, daar is die vleer wat opvolgt daar. En die duskan van die veld, wat gaat hij maken? Hij heeft hem oorgevat, wat gaat hij maken? Hij moet van haar skop. Opgeteeld, hier in nummer 15. Hij moet van haar skop. Heinz. Papa sprang daar. Sprang hij uit, ja. Dat hebben goede aanval voor de Gius. Blijf voor mij, Suzie. Dus Gordon wat een drijf daar. En die duskan van die veld, wat zei de scheidsrechter? Strafskop. Van een gevat. Strafskop aan die kant van Veld eraf. Wat gaat hij maken? Wat van haar speel? Die bal wat kom, strafskop. Die bal wat aangepaas word, dit die loskakel. Fabian wat die bal aan sterk opdra. Moes hulle wat sien strafskop. Manne wat van hulle voete af is daar by die losgemaal. Die agste man van Portugal wat daar van af speel. Hy wat mooi veld wen. Ja, Bekus. Bekus wat daar sterk bal dra, maar hy verloor die bal voor toe die Duitsland. Moes hulle wat sê. Nommer 6. Mense wat voordeel wat gespeel was daar deur die skeidsregter. Voordeel wat gespeel was daar, Veldraf wat sê. Veldraf wat nie aan uithaal het die raket nie. Ja, ja, te wonder ek dink die manne wat 'n bietjie oorhaastig is. Oorhaastig is hulle weer. Belangrik dat die manne 'n bietjie moet konsentreer. Denver wat af om regmaak om Kallen toe te skop. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Baie mooi skop daar. Van Denver aan die ander kant van die veld. First clear daylight and love that ek verstaan nog nie as jy die name is die mekaar dan dat die spanbestuurders definitief die name verkeerd geskryf. Ja, dat maakt niet zin dat de mensen namen zien ja. En die spelen wat de mensen op het veld zien. Dat maakt een verschil, ja.
So ons het hom klaar daai uitgesorteer. Blou. As veldref. Groen. Dit's nou swet. As portable. Ja. So ek het die portable name voor my. Ek het die veldref name voor my. Ja. So as die name verkeerd is. Vraas vir hulle immers jammer, maar ek dink dit is die spanbestuurder wat die spelbeurt vir ons het deur gegee dit. So ons lees hom van die kaart af mense. Absoluut. Van die blaai af. Point. Van die blaai af. Skrim daar aan die kant. Sit guys, hulle doen dit. Van veldref. Dis in die kwartgebied in die 10 meter stippellyn. Die 9 van veldref Smit wat hom insit daar. Baie wat is die loskakel? Gesmeer word dwars oor die veld. Goeie skop daar. Hy het 'n goeie skop uit toe van daar so aan die ander kant van die veld. Bradley wat hom nou kry vir. Kom uit daar groen. Vir Portugal United. Hy jag hom. Dit lyk na 'n uitstekende skop aan die ander kant van die veld. Ja, dit is die vlagman wat loop daar so. Ivan. Yes, jou Max. Ek wil net toe maak. Number 5, get out of there. Play. No, you're off. No, you're off. Play advantage, late tackle. On numbers. Loft het weet jy wat? Number 7, that's a late tackle. Jy is reg. Ek het 'n nuwe span gekry nou hier. Die man ken sy span verseker. Definitief ken hy sy span. Ja, definitief. Baie dankie hoor. Het heel ander span gehad nou hier. Ons wil het jammer sê vir die... Nou gaat die dikke nog. Nou gaat het dark. Nou gaat het lekker gaan. Mannen wat daar op die kwartgebied, een skram voor hem. Van Portewel wat kan aangooien in die vaste skram. Skrumskakel. Ja, Dylan Isaacs. Dylan Isaacs wat hem kan aangooien. Dat is die nummer 9 daar. Kom eens kijken wat maak hulle sterk skram daar opgeteld. Die achtste man. Lyk vir my Domingo. Hy kom aangedryf daar. Isaacs. Isaacs gaan die bal soek daar. Wait, want is number 4 on the side. Master, wat voor die speel? Isaacs het hom gaan uitbring. Wat van die kant af kom? Aangedryf daar deur een van die voorspelers. Daar lyk my soos Ismail. Of is dit nou Engel? Strafskop van number 4. Strafskop waar toe geken is aan die kant van Portewil. Ja, Ismail. Velder wat van die kant af aankom. So strafskop wat daar toe geken is aan Portewil. Portewil wat 'n verligting strafskop waar kry. Kijk om hulle uit hulle jaaftikke te kan uitkom. Ja, eerste wedstrijd wat jaaf minuut gespeeld word en geen punte. As die loskakel Otto wat die bol skop, maar hy kan nie die bol uitskop nie. Wat is die span van Veldre wat die bol in die oorkant van die veld skuif. Wat gaan hier gebeur? Aan die ander daarvan, die gevaarlike nummer 4. Nou sit weer Isaacs wat hom kry daar. Die nummer 9. Morgan wat goed gedoen het daar. Wat is strafskop? Strafskop wat gaan aan die kant van Veldraf. Verseker eerste punte wat nog. Verseker eerste punte wat gaan kom nou. Hulle gaan hulle gaan paal toe. Talbot Preza pik op. Ja, verseker. De wonder het die ventjies regtig agter hulle het. Hy wys so skuins oor die veld. Hy wys so skuins oor die veld af. En as jy mooi kan lees, as sal jy hom kan uitvoer. Baie dankie Lift dit man. Lekker kommunikasie daar man. Goeie hoor. Waardeer dit. Nou. Veldref. Dit is. Dit lyk vir my soos die loskakel. Afrika wat gaan aan. Loskakel wat daar aan lê paal toe. Fabio. Afrika wat aan lê paal toe. Wat maak hy met hom? Hy kom vorentoe met sy linkervoet. Baie goed. Goed getref. Lyk nou hy sekerde skop. Nee, hy's regs verby. Trawe. Regs verby. Maar goeie poging. Absoluut. Definitief die voete gehad daar. Voete gehad vir dit. Okay, ja, we'll have a look. Kassini is een baie taai wedstrijd. Hier behind the ball. Is het 12, is het 13 minuten wat erbij is. Telling we nog steeds niks. Pavard nog. Diep geschopt wordt daar.
Dat is nou weer die gevaarlijke 15 wat aanval. Die man het spoed. Hy moet gekeer word daar. Blijf voor mij soos Sali. Babos kijkbaar aan die kant daar van Veldruf. Nog steeds strafskop. Wie is strafskop? Definitief nader nou. Hij zal verzeker weer gaan aan die palen toe. Definitief 3 punten. Zeg voor ons waarvan hij ingeskakel is. Waarvan hij die wedstrijd kijkt. Hij is ingeskakeld op Innesport Stevie. Ons is lekker hier in die pakketberg. Die donker. Is donker hier. Fabio Afrika, wat gaat aan die palen toe? Wat gaat hij maken? Zien hier een paar mensen. Lufthans, zeg voor die mensen daar. Like man, Salomon, Jakin. Als Jakin wat nog ingeschakeld is net, kan klik op die like button. Dan zal ons het waarderen. Druk net daar op die like button. Allemaal wat ingeschakeld is. Afrika, wat aan die palen toe? Wat maak je met hem? Wat gaat hij maken? Hij komt voor hem toe, Afrika. Lijkt naar een mooie kop. Nu is het weer rechts voorbij. Weer rechts voorbij. Als die van wat de factor speelt, dan weer. Ja, ik denk dat is. Dat is. Dat is. Dat is rechtig. Steek de teammates, daar stelen. Kom ietsje dier, kom ietsje dier. Enrico, goeienavond, goeienavond. Babbert los, sprang daar. Mannen, hier komt het nou. Ik wil jullie zeggen, dank je voor die likes wat dier komt. Dank je voor die likes wat dier komt. Ja, kom je likes nou dier, lekker man, lekker. Lekker. Raad die bal is beschikbaar daar. Lijkt mij zo smart achter die oen daar. Babbert uitkom. En die handen daar van die nummer 10. Lijkt mij zo de wonderij. Charles. Deco. No, no, no. Wait, want is wel kicking the ball. Voordeel gespeeld daar aan die kant van Veldruf. Skyzer gaat terug naar die. Nog een voordeel wat gespeeld wordt aan Veldruf. Gaat hij weer kan of gaat hij palen te vatten? Absoluut, absoluut. Oh, zal nou zien wat gebeurt. Wat gaat die kapitein van Veldruf maken? Ja, dat speelt vanaf. Dat is die boven daar vanaf. Eindjes gegooid wordt daar aan de kant van die Veld. Doordelijk! Die boven daar gescherpt bewegen. Alle wordt daar met die vleel. Kom in die tekelaar. Bal nog steeds beschikbaar. Wat zie je dat Veldruf zo aan de tijd is? Veldruf wat sterk boldra. Prachtig ingesluit daar aan die lijnen. Sterk boldra. Hij wordt opgehouden wordt. Was er wat ze? Hij moet hem los. Veldruf wat die bal uitbrengt. Blaus, ja. Die voordeel aanval. Hij zoekt aansluiten. Die kan. Van de gaande. Een goede stukje spel is door Veldruf. Die bal wat een goede wordt hier helemaal af. Hij gaat binnen toe. Was er wat ze? Evans de voordeel aangegeven. Evans de voordeel aangegeven daar. Die is span. Ja, definitief, definitief. Veldruf wat nog die spel weer doen. Aan die kwartgebied van Poortewil de Wonderij. Ik denk hier gaan goede rugby gezien worden vandaag. Ja, terwijl ik moet zeggen, dat was een goede stukje spel. Toen waren die bol gelopen, toen daar bij het blauw. Op een goede stukje spel, toen daar gezien. Maar ongelukkig als het ervoor de aangeeft. Right, ja, zeker als die bal tot aangegaan is, daar is het 5 punten. Dat kan een mens, als je anders gezien het, ja. Als je ander goed wat behoort, aan die kant van Poortewil. Dylan Isaacs met die bal. 5 meter weg van zijn eigen doellijn af. Wat gaat hij maken? Moet niet verbazen als die mannen hier vanaf hard lopen. Ja, trouwens, het lijkt op die mensen lessen vaart. Prachtig man, ik zie daar. Ons kijkers zit bezig met die likes. Hij is bezig om die likes te klikken daar. Ja, dat is lekker. Bij je dankie. Dat is lekker om te zien, is nou, baie lekker om te zien, Trawee. Dat is die bal wat afgenomen wordt daar door de Poortewil. Het is nummer 4 slot. Maar Mr. Ray wat zei. Hulle moet terugkomen. Hulle moet terugkomen omdat iemand die speler uitgetrapt heeft. Zo, dat is Veldruf wat in kan gooien. Bij die lijn staan. Dat is die nummer 16. Nero wat die bok aangooit daar voor die span van. Wat die bal aan kan gooien daar. Swam line-out. Ja. Poortewil wat die scrum krijgt daar. Niet strijd ingegooid, niet. De Wonderij. Zo, dat is een scrum wat behoort aan. Dylan Isaacs moet die bal. Verzeker kan hij die lijn laten lopen. Wijntje wat nog hier opkomt hier in de kant van Pakketberg. Die tijd is wat die springers kan gevonden daar, die nummer 17. Ja, belangrijke. Belangrijke ingooi wat daar vandaag. Pas zitten, opgeteld daar, die nummer 8. Lekker. Dino, die handen daar, prachtige doen daar. Nou is het, Poortewil zijn nummer 15, wat gevaarlijk is daar. Wat een goede loopje aanloop. Goede loopje daar, dit Blin. Faru,
ver, ver, ver meters gewen daar. Vader, wat uitstekende stukkie spel hier word daar so. Mr. Levata, vryskop aan. Vader af toeken. Van een gevat daar. Die kaptein wat daar sterk boordra. Van Vader af. Hij stond op het 10 meter stapplein. Van Portewel, Portewel wat boom het los. Mr. Rev, wat sê die Mr. Rev? Gaat hij niet voor meer speel? Vader af, wat aan. Daar in die losgemaal het, maar strafskop. Strafskop wat toegeken wordt daar aan die kant van Vader af. Kom maar achteraf direct. Portewel wat. Die game een beetje stadig maakt daar zo. Mr. Rev, wat sê? Strafskop. Dat is die Vader af. Sjader is nummer 10. Van Weerwijs, hij gaat palen toe. Twee skoppen wat hij verbrouwt. Maar wat gaan die maken met hierna? Ja, Fabio Afrika wat weer aan de palen toe. Die derde kans wat hij krijgt om punten aan te tekenen. Kom eens kijken wat maakt hij met die skop. Voor zeker gaat hij zijn tijd vat. Strafskop is zo belangrijk. Beetje haastig geweest met die twee wat hij nog gemist had. Zo eens kijken wat hij kan doen meneer hier in die wonderen. Gaan hij opmaken daarvoor. Of zien. Net zo als kan die 10 meter stappenlijn. Hij treft om. Wat gaat hij weer? Weer bol wat langs op langsopbij gaan die keer. Ongelukkig is dat langsopbij. En dat is ook halftime. Waar is nummer 6? Dat is ook halftijd wat aangebreek het. Jo, dat was een vinnige wedstrijd. Halftijd wat aangebreek het, dat was een vinnige wedstrijd. Niks. As die tel word. Jy moet hier heen kom. Niemand het punt aangeteken nie. Spanne wat moet punt aanteken. Lekker man, is lekker. Die gees is goed. Baie dankie aan ons kijkers ook. Wat daar so lekker hande klap daar. Hulle weet hulle gaan saam met die wind speel nou. Ek dink ons moet ons kijkers ook baie dankie sê. Hulle het ons met 'n lekker gejaap mos man. Ons twee sal nou nog 'n kommentaar doen hier. Blou bla. En sê ons nee. Jy sal hom gaan nie het nou. Kyk ons moet wel baie dankie sê. Ja. Ja, almal die luisteraars, almal die kijkers. Ons wil vir julle baie dankie sê hoor. Baie dankie. Ja, praat lekker saam met ons. Laat hulle hele dag saam met ons geniet dit. Toe ben, wil baie dankie sê. Toe ben, ons moet nog 'n bietjie kyk wat hulle sê. Toe ben sê, mas, kuyavel mas. Ooh, ben, ek weet dis portable. Ja, dis portable, supporter. Maar dit moet net die huis kaam te voel, ben, die huis kaam te voel. Ricardo Tienerson. Span. Hy's ingeskakel uit die Strysbaai, uit die mooi Strysbaai dorpie daar in die Suid-Kaap. Ricardo. Lekker man, lekker. Traveta, weer doen lekker, doen lekker. Ja, jullie kan kijken ook daar. In het Sports TV, dat is alles wat we doen daar. Als jullie ons enigszins nodig hebben in andere dorpen, trouwens, MCV, you name it, and we make kom, it. Kom ons steen. Ons is alles daar, dat is van alles. Ricardo Tienerson, ik zeg voor jou, hier in Pakketberg zie ik aan een goede rugby jong vanavond, jong. Praat ja. Lekker samen met ons. Definitief goeie rugby wat ons sien aan die kant van Pakketberg. Ja, nou te wonder hy het nie van my kans gegee om te kom in die eerste jaar toe nie. Hy wil die hele tyd praat man. Hy praat die hele tyd man, yes like it. En as ek wil praat, dan sit hy sy hand in die pad. Nee, Traweer, nee, ek het jou gemis. Traweer wat een bietjie laat ingeskakeld by my, maar is lekker om vir hom saam met het. Ja, Enrico sê, speel hulle, Portewel. Jy! Portewel met sy groen en wat? Ek gaat een lekker tweede jaar te wees, een lekker tweede jaar te wees. Adrie Smit sê, die man is al moeg. Die man is moeg, Adrie. Nee, ek dink die tweede asem gaan inskop nou. Mario, Martínez. Ek dink die tweede asem gaan inskop. Nou gaan Vialdrof gaan die goed laat spat nou. Ja, ek kan het nie sê nie, maar... Ek gaan dik gaan. Absoluut, ek sien die likes wat ek nou opgeteel. Maar wat ek wel kan sê, die wedstrijd word in een baie goeie gees gespeel. Van albei kante word die wedstrijd in een baie goeie gees gespeel. En terwijl ek moet sê, die ref aan Tirik wedstrijd baie goed. Ja, definitief. Hy is een beheer van die wedstrijd. En ek dink ook, die spanne wat speel hier tien mekaar, dat is twee spanne wat baie goed opgeweeg word tien mekaar. Yes. Hulle voorspelers, hulle achterlijn. As hulle achterlijn een spasie gee te wonderheid, dan kan jy sien, daar is vlee, daar is manne wat weet wat om te maak met die bal. Ja, so, kom ons kyk wat gebeur in die tweede helfte. Definitief. Ja, definitief, Traweer, definitief. Definitief, ek wil ook sê, mense in die kant daar van die huis, gaat lekker die zorg, gaat lekker in die kant van Pakketberg. Gaat lekker in die kant van Pakketberg. Daar sê die scheidsrechter, supporter wil speel nou van rechts naar links. En Vader,
Via drifts, via van links naar rechts. Hey Michael, Michael, ik like ze, deze positief is. 4-3, 4-3 wat via drift kan drukken. Blijf positief. Oma! Dat die man op die veld positief kan wees. Dat die boven wat doorgeskopt wordt, die vleel van via drift. Maar die boven uitgerold wordt, die zo. Dat is in die kwartlinie in die halfgebied. Wat die bal uitgeskopt wordt, die vleel. Die nummer 14 vleel, daar traf weer van via drift. Ik denk het was die nummer 9. Chances. Chances. Die vleel wat gejaagd, ja die... Nummer 14 wat die bal doorgeskopt daar zo, ja. Dylan Isaacs wat die bal maak of hij hem vinniger inzet, maar hij zet hem hier vinniger niet. Ja, mooi stukje speel daar zo. Maar dan wat zo'n beetje die mekaar is, wie die bal gevat. Die nummer 2 Isaacs. Is Ismael nou met die bal in hand. Kool wat gekry wordt daar, dier, of gegeven wordt daar de Domingo, die achtste man. Kom eens kijken of hij springers krijgt. Prachtig en gegooid daar, afgeneem. Vialder wat die bol win, die bol wat aan de achterkant gestuurd wordt. Man met die kop scheert hem op, wat daar, amper zijn maatje klopt nu, hij klopt zijn maatje. Maar hij wordt plat getuikt, door die tweede man. Vialder wat wacht van die bol. Ja, niks is Shelly. Die schermskakel. Smit wat die bokken daar, maar straks komt wat aardhoek en wat aan die kant van Vialdraf. Hij zei, hoort het, maar 14 is in je way daar. Vialdraf wat daar, Vialdraf wat van haar speel. Mooi opgeteel daar, die loskakel. Oran, dat is die Jelatte wat die bal voor aan slaan. Die Jelatte ongelukkig, ongelukkig. Charles, Charles wat die bal aanslaan daar. Charles wat die bal aanslaan, maar wat vlugvoetig lijkt er weer. Ja, ja, te wonderen. Vlugvoetig lijkt, ik denk die man is daar ook aasta, man. Ja, ik denk, die bal wat lekker die heb die gezien speel die bal die wind ook met die bal. Ja, was ja, zo dat baie goed het factor wat die wind ook speel ja. Zo om een oor aan te gee, paas te gee. Aan te gee, moet sterk paas. Dan moet sterk paas definitief. Definitief trawe. Plaasvervangers wat nog opkomt daar aan die kant van Portugal. Wat sê die skeiterrechter? Die man is in die vagies mannen. Wees gou rustig. Dat is die skrumskakel. Lyk vir my soos hoe die paadjies. Wat gereed maak. Ingooi Isaacs. Wat die bol ingooi aan hem af, wat die bol op tel. Wat gaan gebeuren? Dat is een goede lijn wat daar gehaast loopt. Prachtig! Maar een goede duikslag wat uitgevoerd wordt op een van die spelers van Portugal. Die scrumskakel, Isaac wat die bol op je voet zet. Wat gaat die bol? Gaat de goede. Dat is uitstekend, dat skop eraf hè! Prachtig! Dat is een briljante skop! Prachtige skop daar! Een briljante skop daar! Maar wat nou gebieden speel hier in die kant van Portugal. Verzeker, en nou kom die plaatsvervangers op daar. Lijkt voor mij zoals Hartley en Wyden, Pikes. Roosen Jones wat nou opkomt daar, die mannen. Mannen wat opkomen om een verschil te komen. Achterlijn zoals jullie kan zien daar, die schade wat ook opgedagen. Mensen wat nog volle borsten. Die man lijkt aan bekend, dat zijn niet. Dat gaat die lekker, hier zo de kant van Vialdraf. Die van hier niet pakket bij. Baie lekker. Lijst wat aan de andere kant van die Vjald. Het gevoerd is. Goedenavond Enrico Adams. Dat is wat die lijst dan win. Die boven wat er krijgt wordt. Die boven daar vanaf weggeskopt wordt daar. Die een van die spelers van prachtige Vialdraf. Prachtige skop daar, hier skop daar, deur Vialdraf, zo nummer 12. Vialdraf, zo nummer 12. Slang is wat die bol aan. McCorry, skop daar, zo. Daar. Ja, de wonderij. Nog geen punten aangetekend in die wedstrijd. Dat wijst me net voor jou, dat is hard, hard, hard. Ja, Traweer, definitief, dat is hard, dat is hard. Fijn. Dat is hard, die mensen praat lekker samen, die mensen praat lekker samen met ons. Dank dat jullie het geniet, dank dat jullie het geniet, ons waardeert het bij je. Ja, Ricardo, ik zal definitief, jij moet net praten. Praat net, dan kom ik mijn maat, jij weet maar zo doen ons het daar. Roma beweging, bal wat beschikbaar is nou. Hier komen we nou op je aanval. Dat is Portugal, nou moet die gevaarlijke achterlijn wat insnij daar. 15 wil insnij, hij geeft aansluiting daar, hij krijgt aansluiting nog steeds. Wil het terugsnij, gaat in de kaak. Wat maak hij? Gaat hij over die lijn? Bijna 2 meter kort daar, nog steeds van beschikbaar. Wat speel we daar, die kan van Portugal. Nummer 9. Dat is Isaacs. Bal wat uitkomt. Was er wat zeer, dit is kort. Nog steeds Portugal op je aanval. Die wand is warm. Wie gaat omvat daar? Achter die wand staan. Zwart. Fighten toch een gooi. En gaat drijf daar. Was er wat zeer. Voelen toen aan de boom wat aangeslaan was. Daar had hier Portugal. Maar was er wat zeer, gaan terug. Hallo gaan terug, hier die vlagman wat daar, vorige keer daar met elkaar, ja. Die ref en die vlagman. Is die wat ze, die span wat eerst erin. Was er wat ze, geel kaart daar aan die nummer 15. Nummer 15 wat de geel kaart krijgt hier zo.
Charlie wat 'n geel kaart kry. Geel kaart. Manne wat 'n bietjie uit hande druk wat die game stadig maak. Isaacs met die bal in hand. Wat gaan hy maak, meneer Jena? Hy gooi hom daar aan die ander daar van die groot Ismail. Wat aandryf daar? Thank you, man. Bal was skakbaar. Agter die oond is Isaacs. Bal wat uitkom daar weer ingedryf daar deur die voorspeler is Otto. Nog steeds bal was skakbaar aan die kant van Portugal. Isaacs nog steeds agter die oond. Kom ons kyk wat maak hy. Plaasvervanger wat nou op is daar. Nommer 21. Bal wat wyd gespeel word daar. Pragtige doen daar aan die ander daar van die 13. Center weer Isaacs. Bal wat weer wyd gespeel word aan die ander van die 11. Lyk vir my soos Maton. Baba skakbaar kwart met strafskop in die kant daar. Ek moet sê, baie goeie defense van Veldhoff. Op hulle doellyn. Op hulle doellyn het hulle baie. En dit vanaand speel die Veldhoff. Daar trek iemand die spelers. Haar trek hy. Hy soek ondersteuning. Hy wat aan op die aflyn. Maar hy word daar terug gedui. Daardeur Veldhoff se nommer 2. Boven uitkom die diske van die veld. Klop 1. Is 'n goeie stukkie loop hier daar uitgevoer word. Skakel. Isaacs wat die bal pas daarso aan die kant van nommer 10. Maar hy word daar op die aflyn word gedui. Veldhoff nog steeds op die aanval nou. Bal wat lekker deur die hande gaan. Voorspelers wat nog gaan vasmaak. Bal wat los spring daar. Dit is nou weer Portugal wat die bal kry. Nou sit Isaacs. Waar is Isaacs? Die oond. Wat? Ek dink hy gaan die spaal toe sien. Definitief, ek dink Veldhoff gaan die geleentheid vat. Ik denk Portugal gaan die geleentheid vat om. Ja, Portugal gaat die geleentheid vat om eerste punten te teken. Eerste punten dalk voor die wedstrijd. Van die wedstrijd. Kom eens kijk wat maak hij meneer hier. Veldhoff het 4 geleentheid, 3 geleentheid gehad. Lijkt voor mij zoals Brett. 3 geleentheid gehad. Is dat die nummer 15 daar? Hij is ons al ver om te zien. Ja, lijkt voor mij zoals Brett won Faro wat gaan aanlepalen toe. Kom eens kijk wat maak hij meneer. Zelf wat Veldhoff ook gehad het. Zelf kolikie. Veldhoff het ook hy op 20 graad, maar het hom as geskop. Ja, te wonder, ons moet ook net in acht neem. Veldhoff het nou een man minder speel as Portugal. Voor zeker een man advantage. So hulle gaan dalk nou die spel een beetje vinniger maak. Ja, kom ons kyk. Definitief trawe. Zeker eerst naar voren toe. Hy kom voren toe. Hy tref hom. Breitman skop hom. Wat maak hy? Wat sê die vla? Dat is 22. Hy is ook mas. 22 meter afskop. Baba, los, bro! Wat gebeur? 22. Bijna druk hij man in die afskop. Die bal wat rechtig in haar kant toe spring. Be behind the ball, Blue. Baie goed gedoen daar, die een van die spelers daar van Veldhoff. Ik denk gehoor, die scheidsrechter het klaar gesê, het is 22. Dus die bal nog niet doodgedrukt. En wat gebeurde als dat 3 was er dan? Numbers? Yes, as pen. As dat 3 was. Pen, meneer. Elk dag. Mannen wat lust is, nog plaatsen vangen wat opkom. Aan die kant van Veldhoff, die nummer 18. En die nummer 21 wat op die veld verskyn. Lijkt me zoals Van Vijk. Dus van Vijk en nummer 18 is Woysen. Woysen. Afskop daarvan. Veldhoff in de handen van die nummer 9. Hier komt het nou. Isaacs wat hem hoog. Hoog hang. Plaatsvervanger wat nou opgekomen. Het lijkt voor mij Cornelius. Hij sprang. Wat gebeurt daar? Die baas nog steeds. Cornelius. Prachtige dekslag daar uitgevoerd daar. Isaacs. Wat zit hier even hier? Nee, de scheidsrechter heeft het gezegd. Aangeslaan. Aangeslaan. Die boven aangeslaan was ongelukkig. Definitief. Ongelukkig terug. Bijgevaarlijk wat hij hem aangemaakt daar. Hij laat die bal sprong. Dat is sprong die bal bijna daar. In die handen van Jeremy Cornelius. En hij is al zeker maar. Hij weet waar hij doet. Correct terug. En ik kan zien dat iedereen voor wat begaan. Dat die ouwe zegt, wacht niet voor hij. Klein foutje wat die mannen voor wacht. Om het uit te bijten. Absoluut. Ik is blij je stem, maar hoe nog? Traveer, ja, ik kan hem voelen. Had ik hem horen, een beetje. Hoe gaat hij zo praten, meneer? Stability, guys, stability. Ja, lijkt me weer zo smart met die bal aan de hand af voor Veldhoff. Sterk schram daar, de Portugal. Strafskop aan die kant af van Veldhoff. Strafskop wat hij aan Veldhoff. Die noemen aan wat die boot aan van Veldhoff. Was er even wat op de flikje blaas? Mannen wat wel weggeraakt daar aan die diskant van die veld. Kijk, nou wil die man een rugby speel. Baie dankie voor die likes. Nou. Baie dankie, sê vir ons waar. Kijk, is lekker koud hier in Pakketberg. Lekker koud in Pakketberg. Ik moet nou voor jou kijkers, moet nou een staaltje vertellen. Nou kijk, ons dan moet ik met na. Esli Fortuyn, ik hoor die spannend eerste drie druk. Sal die wedstrijd winnen? Dat kan daar die winderie wees. Misschien kan het daar die winderie wees. Een mens weet nooit. Uitgejaagd lijkt voor mij zo'n paal.
daar aan die tuskant van die veld. Vierder wat die bal het aangegooi. Prachtig van meester. Waar wat afgesprong wordt daar aan die handen daar van die van Breton Smit daar van Vierder of bal nog steeds beschikbaar te Vondering. Ja, hij wat uitkom van Vierder wat die bal afveld afskop. Vaduwa Fabian wat die bal afveld afskop. Maar die bal daar van de Vierder gooi is moeilijkheid. Hier kom het gevaar van Faro. Faro gaat die lijn aanvat. Hij loopt hem vast aan die muur. Nog steeds. Skeiterat was hier, man is een mol. Vierder wat kop onderdruk. Geen voordeel ingeneem. Goeie stukje speel deur Vierder. Ik moet zeggen, goeie stukje speel. Om die man op te houden in die tackle trawe. Was dat wat zei, vaste skram. Vierder wat die boek aangooi. Hier is nog een plaats van een sap. Wat op die veld komt, nummer 20. Ricardo, laat me lachen. Luke Blauw, wat op die veld komt. Hij neemt ook die scrumschakel weg wat hij oorneemt. Ja, je weet moest Ricardo, die supersportmannen wordt hier gemaakt. En zet. Breton Smit, veldruf. Sterk scrum daar. Gaat hij hem uitkrijgen, breng hem uit, ja. En die handen daarvan een gevaarlijke nummer 10, lijkt voor mij zoals Afrika. Afrika wat hem weer uitgooit daar. No. Vastgemaakt hier, Tsali. Bal nog steeds beschikbaar. Afrika wat achter die oont is daar uitgebrang. Aangedruif, sterk, ingehaard op daar, deur een van die voorspelers van Vierderhof. Nou zit Isaacs in die kant van Portugal en hij geeft die bal daar in die handen daar van Faro wat hem jaagt. Dat kan van die veld. Wijd geskop daar, prachtige doen daar. Dat is een mooie skop. Hij kolle mensen, hij stikkende skop trawe. Ik denk dat is wat hij nodig heeft om die winstspeel. Absoluut. Om gebruik te maken van zulke opportunities. Vierderhof wat ver teruggedraagd wordt daar door die span van Portugal. Portugal wat voelen dat hij op de voorvoet is. Vierderhof wat heb ik hier op de achtervoet speelt nou. En ik denk is belangrijk wat Fortuin gezet, is die Fortuin gezet dat die een wat nou eerste drie druk of eerste punt aantrekken. Zo, verzekerlijk die een goede kans om die wedstrijd te winnen. Ja. Die sielkundige voorsprong. Ja, nee, definitief trawe. Dat is die span van Vierder wat die boek aangooien aan de andere kant van die veld. Blauw. Hoi, time on. Mannen wat de koers daar hier gie. Waar wie die bal moet gegooid worden. Vierder wat die bal afneemt. Vanaf gespeeld, wat gaat hier gebeuren? Bal wat vanaf geskopt wordt. Thank you. Cornelis is een wacht voor hem daar in die deskant. Die bal is een mooie skop, die bal is uit de andere kant van die veld. Ja, verzekeren mannen wat ons kan uitzonder hier in die kant van Vierder. Die oog schrijft lelijk, joh. Kan hij lekker uitmaken, maar die staan niet. Definitief die achtste man van Vierder. Ja, Darren Janssen. Man wat sterk bol draaien. En mensen moeten ook zeggen, die bolverspreiding van die schakelpaar was ook bij je goed geweest. Absoluut. Kan hij mensen zetten alweer. Squam, line out. Squam. Outside shoulder. Daar is het weer eens. Een scrum voor. Mensen kan ook zeggen, Vierder of zo. Vierder of zo. Poten was de achterlijn. Ze achterlijn wat bij je mooi samenspeel. Poten was achterlijn wat bij je mooi samenspeel. De volgende ik denk als we ons kijkers een beetje betrokken maken. Zeg voor ons, wie denk jullie gaan hier die wedstrijd winnen? Wie denk jullie? Yes. Wie gaan hier die wedstrijd winnen? Goeie idee, Trawe. Goeie idee. Plaatsen met ons. Wat denk jullie? Wie gaat hier die wedstrijd doen? Adrie Smit, zeg klaar. Kom, Poten wel. Gaan de drovers of gaat hier iemand wegstappen met die beker? Hij kan niet. Het rood. Zoals ik niet droog is dat weer. Nee, dan moet jullie zeggen. Dan moet jullie komen. En zeggen. Sterk scherm daar, hier Poten wel. Vierderhof op je aanval nou, bal wat mooi hier aan gaan nou. Lekker om. Bal wat was vrij, bijna. Hier komt het nou, is het nou. Binnen toe gesnijd. Hij wat aan die trui gevangen wordt. Binnen Vierderhof toe van Vierderhof is nummer 12. Slinger wat die bal af voor de skop. Wat gaat hij maken? Opgeteeld daar, die gevaarlijke. Fabio, hij loopt hem vast daar. Prachtige tijdslag. Vierderhof wat daar. Ook zijn afkantelijk, maar wat zei die bal wat uit is. Wat gaat nou gebeuren? Stay. Plaatsvervanger daar, nog achter die oor daar, lijkt voor mij zo'n Damien Isaacs. Hij brengt hem uit daar, in die handen daar, van die gevaarlijke. Cornelius, lijkt voor mij zo'n Cornelius, Jeremy Cornelius wat hem uitjaagt. Cornelius wat die bola uitjaagt. Mooi skop.
Louis, is die Fortuin sê 5-0? Afwesterie wat recht aan nogal verplang rijd en wat as het kom by gebiedsvoordeel, trawe, moet ek sê. Definitief twee spanne wat mekaar fijn doppel, mekaar, maar ek moet sê die binnencenter wat nou op vleel staan, ja. Van Vjeldre wat ook net so sterk hardloop, prachtig van meester daar, Vjeldre, wat mooi gedoen, wat nou Afrika, wijd gespeel. Dat is die nummer 8, derde wat die bol opdraad daar. Weer eens wat hy hem op, Jansen. Vjeldre wat sterk bol draad trawe. Babas Kakbar, nou hy moet uitkom, nou die oond is warm. Babas Kakbar, wat sê die scheidsrechter? Strafskop! Afgeneem! Strafskop aan die kant van Portwil! Ja, wrong mark. Strafskop! Wrong mark, mate. Eén van jou, één van mij, Trawe, één van jou, één van mij. Ek wonder wie die steel gemaakt het. Nee, dat... Die achtste man wat die bal skop daar! Dat lijkt nou een goeie skop, Trawe! Dat is een monster van een skop! Dat is een monster skop! Dat is een monster skop! Van... Trawe, ik heb vandaag had ik alles gezien, Trawe. Vandaag had ik alles gezien. Ik zie dat ik als 70 meter kop word daar, dat die achtste man uitoefen daar zo. Cassidy Gabriels, goeie uitvoer naad. Daar. Ja, nee, Cassidy zei een Vjeldre wint hier. Ja, ik zie Vjeldre met bijsupport. Vjeldre met bijsupport. Maar dat is bekend bij wat op aanval is. Portable wat op aanval is. Ik ben nu bij jou gezegd. Jo. De ja, maar als er lacht een spiegel voor uitgeoefend was daar. Kijk je. Hij achtste man skop veer, jong. Joh. Heb je dat gezien, Abbe? Hij is zo veer, skop bij achtste man, hij boos. Poef. Je ziet hem eens alles. We gaan niet deel, nou wil je alleen staan, kom maar spelen. Een speler wat daar opgestaan het. Die nummer 7. Die nummer 7 van... Lijkt voor mij daar aan kant, het lijkt voor mij zo'n Portwil. Carolus, dat is ook die kaptein. Ik denk dat is die kaptein. Hij lacht een stampje uit in de kop gekregen. Dat is die Carolus. Vjeldre wat die bal verloor in de lijn staan. Jo, nee, ja, wat de achtste man skop. Swam line out. Hey, Trawe, ik zei, daar heb ik alles gezien. Hier zo, pak mannen wat kan skop. Eerlijk, pak mannen wat kan skop en mensen in alles. Ik kan niet wachten tot een van die pak mannen misschien een drop goal slaat. Nee, ze zal zien. Alles is moeilijk. Alles is moeilijk. Ja, Safkool het en we zullen daarna gaan winnen. Point. Jee. Weer terug naar die wedstrijd, lijkt voor mij zus. Bradwin Smit met die bal, sterk schram daar weer. Portwil, bal wat nou losspring daar aan die kant en die taskant, lijkt voor mij zo'n chat. Blauw wat die bal optel, of is het nou Jankies? Dat is Jankie wat die bal aan de kant van die veld heeft. Bal wat uitkom, nou, Kortikie, sterk, aangedraad daar. Nou, nou, de volgende rij, bij... aan uit, zei meester F. De volgende rij, bij je goed, velder wat rannen zit. Weer die achtste man wat binnen te slaan daar. Klop 1, hij wordt vastgetrekken aan de twee mannen. Ik moet zeggen, de man wat altijd in de voordeling komt, terwijl hij de bal in hand heeft. Paar wat wijd gespeeld wordt nou, hier is het nou. Overlap, is overlap. Oh, prachtige paas, ha! Backhand paas! Als nou, hier komt het nou! Hier komt het nou! Hier komt het nou! Trawe, gaat hier drie komen! Ongelukkig wat die bal. Die bal wordt hier recht sprongen. Ongelukkig wordt die bevoerte verloor daar zo. Trawe, die was een gouden geleentheid. Die nummer 15 wat gevaarlijk is als in die achterlijnen komt van Vjeldre of Vjeldre. Heel aandoen je dat al, Trawe. Heel aandoen je dat al. Ik moet zeggen, die was een gouden geleentheid. Dat was definitief een gulde geleentheid nou voor hulle om punt aan te teken. Wat hier die andere gooi is. Goeienavond, Ronelda Hekte. Als hij ook maar net van zijn vleel maakje misschien die bal gepaas het Trawe. Klik op je likes, klik op je likes. Een mens weet nooit wat kan gebeuren die. Maar dat is ik denk bij die is die beste optie geweest het. Om van zijn maakje te gepaasen Trawe. En dan geef je voor die vleel. En die vleel heeft bijna spoed Trawe. Ik moet jou zeggen die span van Portwil, die nummer 14. Die Jansies, hij heeft bijna spoed. Die ook heeft bijna spoed. Kom eens kijk wat maak. Allemaal die ene keer. Isaacs nam die ballen aan daar aan die kant. Dylan Isaacs van Portwil. Ik zie veel scout hier. Dat is mannen wat dat is. Let's scout. Mannen wat goed doen, Trawe. Mannen wat goed doen. Als jij wonder, hier doen we jullie mannen spelen in de finale. Trawe, ja, nee, mannen spelen in de finale. Krijg jij ook koud? Ja, is lekker koud, Trawe. Is lekker koud hier zo aan die kant van Portwil. Isaacs had hem instant daar. Sterk scrum. Voordeel, wat een goede scrum daar. Voordeel wat gespeeld wordt. Voordeel gespeeld daar. Wacht. Wat die bal uit die bal. Skop, moet er even wat blaas. Strafskop. Strafskop. Nummer 8 wat die bunty. Nummer 8 wat die bunty uit Trawe van. De wondering. Van Vjeldre. Die scrum van Portwil wel bij je goed. Ik heb gezien bijna elke scrum wat een beetje van Vjeldre een beetje terugdruk. Oor die jussel van Vjeldre, ja. Is net definitief Trawe, definitief. Die skrummer van Vjeldre wat wakker is. Yes, om hem vinnig in te zetten uit te krijgen.
Hij is wakker achter zijn game, ja. Jullie moeten ook nou onthouden dat die verdedigende kampioen is Veldruf. Van hierdie competitie. Isaacs wat hem uit die jaag. Dat kan van die Veld. Gaan Veldruf zijn titel behouden? Of gaat onze andere winnaars zien vanavond? Champions zien vanavond, Travé? Gaat onze andere champions zien vanavond? Of gaat Veldruf hem weer vat? Dat is een goede vraag. Gaat lekker wees. De commentators, wat opgewonden is, die kan in zelfs inluisteren wat opgewonden is. Portable, mensen wat zei Portable gaat winnen. We need to toss now. It's sudden death. Hector, wat zei Portable? Ja. Het is lekker om te kan zien dat mensen achter de span staan, Travé. Het is lekker om te zien. Een water breek. Als water breek. Nee, dat is het einde van die wedstrijd. Die wedstrijd is klaar. Die wedstrijd is klaar, Travé. 0-0. Daar het gehoor, kom eens even, kijkers. Kijkers, luister mooi, die reële soos die, ne? Die reële soos die. Die span wat eerste punte aanteken, so dat hoef jy 'n 3 te wees. As jy die eerste punte aanteken, nou wat en jy, moet hulle nie tos wie speel wat te kant toe. Travé, wie sê wat ne? Die span wat eerste punte aanteken, ek dink jou woorde kan waar word, dat ons vandag gaat sien 'n pakman kan drop. Wat dan je Travé? Ja, als je Pakman gaat doen, mensen een Pakman zink nou die span. Wendige. Yes. Travé, ik ga lekker wis, we gaan lekker wis, ga lekker wis. Ah, kom maar nou die Sheldon Olifant, Portable Wendige game. Ons kijk maar. Ja, definitief. Michael Diedrichs, hè? Lijkt me dat gaan de sokkers komen. Ja, Michael, ik en Travé praten hoe kan gaan misschien de Pakman is wat die game gaat veranderen in die zo van ooit. Ik denk, als kijkers van daar in die comment section voor sê, wie denk jullie van hier spelen? Jullie kennen ons nou jullie ja, place. Ja, wie ja. Denk jullie, wie wint die game da voor jou lekker span? Daar is lekker Travé, daar is wie ja. Denk jullie, wie wint die game voor jou gewoon span? Gewoon naam naampje geen naampje dier. Geen naampje en een nummerkje dier voor ons. Gaan het misschien wees, Jeremy Corollas? Gaan het misschien wees, Alistair Otto? Yes. Of is het Dylan Isaacs aan die kant van Porto? Ja, hier in kant van Veldruf. Hier in die kant van Veldruf. Dit is namens soos Jalman. Jalman en dat is mannen soos Chet Blauw. Deren dat die mannen wat skil maak. En hy 15, wat is die nummer 15? Die 15 van die spoedvraat. Charles. Ja, ek dink is echt een Charles. O man, dit is moeilijk hoor. Moeilijk. Die groot nummer 12 center. Die 8ste man. Kan dalk een skeepskop gee. Hy gooi een boer. Oeh, kies het die. Esli Popman is ook ingeskakeld, goeie naam. Kami is ingeskakeld. Esli en Kalen is binnen. Esli en Kalen is ingeskakeld samen met ons. Dankie julle, dankie. Ja, dit is die span van Veldruf wat hulle recht maak om hierdie ander jaarte van die wedstrijd. Ons luister ook wat sê Damien. Te geniet. Damien, wat sê jy wie van die ene? Ja, zo'n moeilijke enekie, maar ik denk is, ik weet niet, ga niks zeggen. Die man is bang om te zeggen. Die man is bang om te zeggen. Hij kan alle kanten toe gaan, Hoor, daar is hij, hij nummer 12. Die plaatsvervanger wat nu opgekomen is, die wonen het nou, als je nou praat van Wijden Bikes. Of praat je nou van... Ja, yes, die 22, Wijden Bikes, ja, die grote. Ja, die grote Bikes. Hij speelt nou binnen center, maar dan die nummer 12, Edris Smits, specifiek in nummer 12, nou, ja. Jeremy Carolus. Hij speelt vleel nou op die oomblik, Travé. Portable heeft die kans om in te skop. Travé, Portable die kan om in te skop. Veldruf wat Samri win speel, gaan het een voordeel wees. Nou voor die kant van Veldruf, ons het nog net geluister. Die span wat eerste punt aanteken, wen hier die wedstrijd. So wie gaan het wees? Of gaat het nog een jaar te zien? De wonderen, hier zo zijn die nog mensen. Een jaar te zien. Afskop door Veldruf. Ricardo Zwartland. Die bol afgemaakt van Veldruf. Veldruf wil spelen wat daar ook nog in Boland komt. Prachtig doen daar onder die lichten. Hij wordt daar een tijdslag uitgevoerd. Abom. Die bol wat komt door Veldruf. Die bol wat Veldruf komt door Veldruf wat nou moet spelen met... Gebieden wat die mannen speelt. Isaacs met die bal aan de hand nou. Hier kom hij terug. Wat gaan hij maken? Hij drijft wel weer terug. Definitief. Isaac wat een goede skop. De Vondrij. Wat Isaac die bal uitskop. Sudden dead. Jij wil niet in je eigen gebied spelen. Belangrijk dat hij niet in je eigen gebied spelen. Travé, definitief.
Ek dink al die spanne wil nie onder druk nou speel nie, maar ek dink die span soos Velder wat op oomblik klein jaf daar's in die met die met die voordeel die voordeel het met die wind. Ek dink hulle gaat gebruik maak van die wind. Die span van Velder. Absoluut. Hulle gaat definitief gebruik maak van die wind. Maar mens weet nie wat kan gebeur terwyl alles kan gebeur in rugby. Alles kan gebeur in rugby. Aangegooi daar, pragtig bemeester daar, lyk my Chris Springers daar, woesie. Aangedryf, bal wat uitkom daar, is Afrika. Aangedryf, woe, prachtige duikslag daar, op. Dier die nummer 16, lyk vir my soos Adams. Strafskop aan poot, strafskop aan wat poot te wil. Wat maak jy in die situasie? Trawee, is dit te ver, Trawee? Ek gaat lyn toe. Trawee, is dit te ver? Is te ver? Hier speel die manne, hulle speel. Hier kom die achtste man, hy hart op lekker. De Mino wordt platgetrekt daar. Mannen wat alles, de mannen wat alles aanzet in die wedstrijd. Nog een strafskop wat toegekend wordt aan Poortewel. Nog een strafskop, wat gaat nou gebeuren? Wat gaat nou gebeuren? Sjoes, ik wil gevraagd. Get out of there, mate. Kijk eens, daar bij de mannen wat haar leed, haar niet los van al. Jee, palen toe, Trawee. Hij mag gaan palen toe? Trawee, hij mag gaan palen toe. Oké. De wonder. Hoe is die wind een beetje stil aan die onderkant? Voel hem. Kijk, kom die wind op. Kijk. Trawee, hij verandert, Trawee. Hij verandert, Trawee. Hij stoot nog. Hij is nog zoen toe. De wonder, hij stoot. Die man. Trawee, als je wegkijkt, waar ik samen die wind dan? Nee, die bal gaat wegwaaien. Hij skopt in die wind. Hij gaat ons nog kijken hoe wij die goed is. Ja, die wind wijst geen zo'n veld, ja. Waar kan ze zien? Kan ze die wind wijst gewoon niet. Kom ons kijken wat maken. Wijs voor ons kijkers die wind. Trawee, wie is die wat die skop waarneem? Dat is die gevaarlijke nummer 15. Laat ik zien. Nee, dat is Cornelius. Dat lijkt voor mij. Wacht eens, kijk. Wat? Die man treft hem. Dat is een goede skop. Ik heb je gezegd! Ongelukkig! Kijk wat Velder of nou! Hallo, kom in de tienaanval! Die man is nog dwars neer! Hij is nog steeds op de voeten! Hij is nog uitsluitend! Als Velder of nou! Hier komt het nou! Gaat er op de rug! Oeh! Een gevaarlijke monster tegen daar! Dat is Velder of op je aanval nou! Poorten wil samen een keer! Babels kukbaar! Babels uitkom! Crosskick! Achterna gejaagd daar! Met een gevaarlijke vriel! Gaat hij hem krijgen? Ja, Trawee, kijk eens zo! Goeie stukje speel, die Velder! Goeie stukje speel, die Velder, wat uitgevoerd is daar van een speel! 1-2 Moest er even wijs? Ja! Hoe is het aan die lijn staan? Was het 2-2, guys? Velder, wat die voordeel heeft om die bol aan te gooien! De Wondrij! Velder, wat die voordeel heeft om die bol aan te gooien! De Wondrij! Dank je, hier kom je drop, Trawee, hier kom je nou! Hier kom je drop, call! Ik denk je gaat de pakman weer zien, maar ik denk hij gaat komen! Wie gaat hem draaien? Hij gaat komen. Wie gaat hem skop? Die naam is 4-4. Gaan het Afrika? Ja, staat die pak mannen uit. Nee, gaat er iets van wonderwerk zien vandaan? Hier gaat het dan gebeuren. Gaat het een wonderwerk zien? Hier gaat het dan gebeuren. Hoe wordt omgegooid wat daar in de veld? Prachtig gaat doen! Hier komt het nou! Wat draaien we daar zo? Afrika wat wacht? Afrika wat wacht voor hem? Afrika wat wacht voor die boer? Wat dan Afrika? Uitgedankt voor de dropkop! Van wat uitgespeeld wordt! Prachtig gaat doen daar! Dat is nummer 8 wat die boer optillen daar zo! Jansen! Ingedrijf daar! Was er wat voor je spelen aan Velder? Velder wat voor je spelen! Drafskoop! Wat zie jij? Dat zijn die velen! Die zakker! Die zakker! Die zakker! Die zakker! Die zakker! Die zakker! Als Fabio Afrika! Dat zie ik, moet je zeggen! Fabio Afrika zakker! Die wedstrijd is een beetje! Zakker voor Portemol! Ik heb jullie gezegd die dropkool komt! Ik heb gezegd, 3 punten gaat... Sokka wedstrijd gaat het wees! Ik denk het was... Definitief! Die wedstrijd wat dit poorten wil. Die verdedigende kampioen is weer een kampioen. Weer een kampioen. Een wedstrijd wat weggevatten van poorten wil af. Poorten wil in de opportunities gehad, Trawee. Ik moet zeggen. Ze opportunities hebben gehad, maar. Je wondering. De wondering. Ik denk de eerste keer wat hij het probeerde. Dus hij aangeeft niet lekker voor hem. Of je goede aangeeft. Maar de tweede keer toen hij de bal krijgt, toen maak hij zeker. Toen zat hij hem Trawee. Ondou jij hij dropgoal wat is laat in mij. Trawee! Ik storm af en toe, rechtervoet! Het laat de mensen terugdenken aan haar die jaren wat is... En hij haakt hem niet langer voet! Nee! De Wondrij... Weet je, iemand heeft in die comment section gezegd... Ik denk als ons vriend Michael heeft gezegd... Fabio, als ons niet op kan gaan... Fabio wint die game en prachtig toe winnen hij. Ja, en Fabio wint nog als die game. Hij wint die game. Ik wil weer eens Trawee, net weer eens bijdanken. Ze hebben bijgeren of hier... Municipaliteit.
Ik wil alles en alles moeten doen het vandaag om, absoluut, om die wedstrijd. Absoluut, absoluut. Voor ons, om die sportdag voor ons moeilijk te kunnen maken. Die municipaliteit, die prië, allemaal die samen. Die mensen wat samen gewerkt het om hier die toernooi te reel. Moeilijk maken. En dan ook aan onze kijkers. Wat een sport was dat niet geweest. Ik wil nog niet uitzonderen. Het was ongelooflijk. Ik wil niet uitzonderen. Travert, dat was ongelooflijk vandaag. Ongelooflijk. Ja. Michael, Dieter is wat je altijd gepraat hebt samen met ons. Ja, ze heeft over je ook bij Thailand Low. Als een bester. Ashley. Yes. Allemaal wat nou net ingeschakeld. Baie dankie vir julle man, julle was regtig. Ons wil vir julle regtig baie dankie sê dat julle saam met ons deur hierdie game gegaan het. Baie dankie. En ek hoop julle nooit is weer vinnig terug hierna. Yes. Na Pakketberg toe of Vierdra wat daar om die Vierdra van hulle toeskouers om dankie te sê. Absoluut. Vierdra wat dankie sê vir hulle toeskouers. Ons wat net weg. Ons wat net weg van die Portugal span. Ja, Portugal was ja. Ja, baie goed. Hulle toeskou wat kan tevrede wees straf. Ja, ek dink hulle kans gehad. Hulle kan tevrede wees. Hulle kans gehad. Maar ja. Op die einde van die dag was daar 'n wenner straf. Een wenner. Ek dink die game het 2 halftes gedraai het voor ons 'n wenner kan gekry het. Weet jy hoe taaf, hoe tight dit was. Die twee spanne teen mekaar. Wat wijs man de tijd die twee spannen in elkaar was. Hetzelfde span van Portugal wat ook nou voor alle toeschouwers. Baie dankie kom sê. Wat voor ondersteun het. Ik wil even Cleo White, mijn zuster wat ingeschakeld is aan de wonderij. Ja, aan die kant van Woester, zij sê die game raak aan nou eerst te lekker. Zijden Hendricks ook daar ingeschakeld. Ja, die game is klaar. Ons gaan nou prijsuitdeling gaat nou kom. Wat nou sal plaasvind. Ik wil ook net vir julle die nieuws gee. Safkol het van Saldanha die Poland Champs gewen. Believe it or not, glo het of nie. It's not a April Fool. Glo het of nie, maar Safi het Saldanha geslaat in sy achtergrond. As die makkelijke Travee. As die Tishvier. Travee is die makkelijke. Op Supersport. Nou my ding is, weet jy wat? Safi het Kelly in sy bloed opgetel man. Ja. Hy nul op. Waar, hy het dit opgetel, ja. Travee, ek moet jou sê. Ons gaat goeie rugby zien van klappen van wedstrijden wat ons die jaar aan liga wedstrijden gaat zien. Goeie wedstrijden wat ons gaat kijken. Maar ja, baie lekker dag geweest hier in die kant van Pakketberg. Ja, mensen wat nog lekker saam wandel. Ook aan die Eenheid Sports TV span, Damien, Romeo, Emerentia, Tanika, Sudin en ook aan jou. En dan ons directe, daar zit evens van een grens, weet je waar het gehoor nou? Ons directe, ook mijn pastor Rodney Nissan, baie dankie en sy echgenoot, sister Nissan en Nalita. Al die pad uit die Caledon het gekomen om hier die wedstrijd te behartig. En dan ons wil ook vir julle sê, ons kijkers daar by die huis, julle was awesome geweest man. Ja, De wonder is hij wil hier na te komen. Definitief, wat voel me mijn keelkie. Simone is ook aangeschakeld. Ik voel mijn keelkie nog als een beetje. Kijk, ik moet een beetje zielig eraf weer, maar het was niet moeten werken vandaag geweest. Ik wil nog voor die mensen voor ons huis toe gaan. Ik heb amper voor mij een nepje gekoopt. Als we zo hoog hier af, man, en dan maar nou op. Ja, Travee, als een beetje hoog, als een beetje hoog af. Travee, ik wil voor jullie net jou wijze beker niet heel lang. Lijkt dat niet mooi niet? Ja prachtig, maar jij gaat ons nog daar hanteren. Lijkt dat niet mooi niet? Dat blijkt bij je mooi Travee, die beker die lang wat daar. Ja, maar jij gaat ons nog daar hanteren. Nee Travee, ik denk dat we nog aan jou Travee. Nee. Als nog even van mij bedoel je Travee. Maar ik moet zeggen, dat was een baie tijd game. Simone was een baie tijd game en ik was samen met haar stem. Het was een baie harde wedstrijd wat uitgevoerd is. Dat is die beker die lang wat nou zal plaatsvind. Ja, de wonderij. Dus die spannen wat nog van naden staan om hulle bekers uit te deel. Jo, derde plek in elke groep het R2000 gewen. Ik kreeg die mannen nog geld. Jo, tweede plek in elke groep het R4000 gewen. Kijk goed daar, kijk goed. En jouw winner in elke groep het R8000 gewen. Daar krijg je nou die beker. Kijk goed daar. Nou en hij geeft alle woord en die clubs er rekening in betaal. Zo kom ons hier voor een lekker aan het klap voor die winners. Die prijsuitdelings van elke categorie. Maar van die spelers. Wat nou uitgegeven was voor ons. Ons moet sê, baie dankie weer eens. Kan ons net weer eens vir die
uitvoerende burgemeester en sy raad en sy kantore baie baie lekker hande klap gee. Dis hierdie hulle die dag moontlik gemaak en dan ook aan ons sponsors wat hand uit die sak uitgehaal het om hierdie dag moontlik te maak. Kom ons gee baie baie lekker hande klap en dan ook vir julle supporters wat die dag kom support het en lekker gemaak het. Ons het ongelukkig nie 'n cordless mic nie. So be with us. Ek gaan net toespraak maak. Ek dink ons kan ook vir Beggevier Sport die kreasie van hulle ook 'n lekker hande klap gee. Kom Beggevier, kom ons gee vir ons sportraad 'n lekker hande klap en dan ook vir al ons klubs wat deelgeneem het, al die spelers, al die afrigters, bestuurders. Ons wil ook dankie sê dat julle die dag kom moontlik maak het. En julle wat die toeskouers is, julle was fantasties geweest. Julle kan vir jouself 'n lekker lekker Beggevier hande klap gee. Al ons toeskouers, dankie vir almal wat opgedaag het en die dag moontlik gemaak het. Veilig huis toe gaan die wat op die pad gaan en mag u geseënde Paasfees verder het. Lekker aan verder. Hallo, ons het ook in elke groep het ons 'n voorspeler en 'n agterspeler aangewys van die dag en daardie persone wen elkeen R500. So jou voorspeler in die groep 3 wat jou gemeenskapskout is ou Masobaika van Mountain Eagles. Jou voorspeler in die streek uitdag is C. Diederich van Red Stars. Jou voorspeler in die groot uitdag is K. Adams van Pakketberg. Geef hulle lekker hande klap. Die spelers wat ek nou genoem het, moet net nader kom, hulle kry ook 'n klein trofeetjie. Die spelers wat ek nou genoem het, hulle kry R500 as ook 'n klein trofee. Dis ou Masabaika van Mountain Eagles, C. Diederich van Red Stars en K. Adams van Pakketberg. Die agterspelers van die toernooi in elke groep. Die gemeenskapskout. Jammer, net 'n regstelling. Die Masabaika is van Matonshoek. Van Matonshoek. Dan is ons by die agterspelers. Die agterspelers in die gemeenskapskout groep 3 is P. Stringfield. Kan die manne net nader kom asseblief? P. Stringfield. Dan is ons by die steeds uitdaagse agterspeler E. van der Byl Zebras. K. Adams van Oos is al weg. Okay. Dan die agterspeler van die groot uitdaag is F. Afrika Veldrif. Mountain Eagles is ou Masabaika. Masabaika. Ons moet vandag gaan met ons saam jou uit uitdeel. Okay. Fabio Afrika van Veldrif, Fabio Afrika. Springfield, is hy hier, is Springfield hier, Springfield. Wat is speler is dit? Is hy agter speler van die gemeenskap? Van die gemeenskapskil? Peter Springfield. Dan die groot uitdaging so genoem het, Fabio Afrika, beste agter speler. Veldrif.
Ons wag steeds op die voorspelers van die toernooie in elke afdeling. Die voorspelers is ou Masabaika van Mountain Eagles. Hy is hospitaal toe, so gaan iemand namens om het ontvang. Voorspeling. Sorry, Matoon zoek se speler, Matoon zoek. Is het hy? Geef me lekker aan de klap. Die zie Diederich Reedstaas. In K. K. Adams. Spanning maakt zeker dat ons als mensen een boef. Die spelers gaan ook geld om een ontvang van Holland en ons gaan het niet voor iemand anders geven. Als hij niet is, verbreken die geld en ons geven die geld. Dat is Pieter Springfield. Pieter Springfield. Ga maar. Okay. Dan ons speler van die toernooi. Ons speler van die toernooi is niemand anders as Bruno Wunderhuna van Zuras. Hij won ook op deze rand. Wie speler is zoals hij gekies is. Daniel Rogers van een verkende boer is al weg. Hij laat ons gelap samen met Melvin de Bruin om de spelers aan te wijzen. Ons het nu ons allemaal goed gemaakt. Hij was vissers topgehouden. Hoe maak hij was gekeerd. Zo bij dank je. Kom ons gewoon lekker aan de klap. Mannen, en dan moet alsjeblieft aanmaakt naar die alle winners. Moet alsjeblieft naar de oorhandiging aanmaakt voor het prijsgeld. Dan met ons. Dan de winner van groep 3. De winner van groep 3 is niemand anders, dat is die Steers Uitdag, en die gemeenschap stelt die ander. Er is niemand anders als Aron Reed en Rorani. Ons gaan naar afloop van afloop en dan gaan we weer foto's vatten om een beter lucht te krijgen. Ja.
Dan het ons op een stadium het ons gedink al die geld gaan hier aan die achterkant van die berg deur. Al die bekers gaan bij die achterkant van die berg deur. Maar toe word ons verkeerd bewys. Aurora dan jou 2022 groep 3 gemeenskapskultkampioene. Hulle is ook bergrivier 7's gemeenskapskultkampioene. Dan soos ek nou net gesê het, ons het stadium gedink, al die geld gaan hier achter die berg om, maar die vorige kampioene van 2022 het gewees as die kampioene en daar steeds uitdaag en dat is niemand anders as Zebras. Dit was Zebras een lekkere klap. Hulle wen R8000. Elvin, jy kan maar foto die vat. Elvin, jy kan maar nader staan vir die foto. Dan het ons by die groot uitdaag het ons by naalbyt gekom. Ek was amper nou omgeklap. Ek moes net my keer ken. Gelukkig het ek 'n paar sterk bene en ek sidestep lekker. Sound DJ. Gelukkig kon ek lekker klap gemis. Zebras het die span wat die groot uitdaag gewen het en ook R8000 wen. Hulle is die kampioene van 2022. Hulle is ook die kampioene van 2023. Veldrof! Die Meijer. Hier lekker aan de knap voor Veldrof. Kom ons geef een velder nog een lekker aan de klap. Spannen moet niet weggaan nie. Ons gaan nou die banners omdraaien dat hulle voet van achteraf kan krijgen om beter foto's te krijgen. Julle is nog welkom om julle te geniet hier op die veld. Bye Tom en die LOC. Baie dankie vir die dag. Baie Nissan Holdings, die referees, die ons borge, uitsaaiers, die gemeenskap en die toeskouers, die sekuriteit. Baie dankie. Dit was 'n baie lekker dag. Ons maak volgende jaar weer so. Dankie.